Welkom bij een nieuwe, verder en verder talkshow/slash podcast. Ja. En vandaag hebben we een hele leuke gast. En uh, nou, ik wilde haar eigenlijk al wel een tijdje in onze podcast, want het is echt een manisje van alles. Want ik zou eigenlijk niet eens weten waar je nou precies bekend van bent geworden. Hoe oud zijn jullie? 34. Ja. Ah ja. Oké, okay, dat snap ik wel. Ja, het was uh, in, 2000, uh, in 2002 kwam ik in goede tijden slechte tijden. Ja, want we zitten hier met Faya Laurens, <laughs> bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, ja. ja, want nou, toen eigenlijk... was je nog best wel heel jong, toch? Ja, ik was 21, toevallig had ik laatst op TikTok een videootje geplaatst. Wel grappig, maar ik was 21 toen ik daar begon, ja. Bizar, ja, hè? normaal. En daarna ben je DJ. Nou kijk, ik oh. wilde altijd actrice worden en ik wilde ook in Goede Tijden, Slechte Tijden spelen. Ja. Dus dat was voor, een, voor mij een heel... Duidelijk doel. en, en ik, Ja, en toen ik daar was, uh, in zat, zeg maar... Toen wou ik eigenlijk weer naar Amerika. Want ik was ook heel onrustig en ik was jong. En, uh, en wat ik niet zo leuk vond van het acteren... is dat je afhankelijk bent van anderen. Dus acteren vond ik superleuk. Is nog steeds mijn passie. Maar je moet dus wachten tot een regisseur jou belt. Of een castingbureau ja. jou belt of je auditie mag doen en er was in die tijd waren het eigenlijk altijd dezelfde mensen die daarvoor gevraagd werden. Ja. Dus ik wist ook al heel snel ik wil wel acteren, maar ik wil ook rijk worden en dan word je niet in Nederland ja. acteren. Dus dan moet ik toch iets anders gaan kiezen en dat vond ik wel heel moeilijk en verdrietig. Dus ik heb me nog. Aan vastgehouden tijd, aan dat willen acteren. Maar voor mij is die onafhankelijkheid en voor je kinderen kunnen zorgen en ze kunnen alles kunnen geven wat ze nodig hebben, belangrijker dan in een serie spelen. En de meeste mensen die echt puur en alleen acteren in Nederland. Uh, een paar dagen later, die wonen bij de antikraak bij sprek. Ja, ja, ja. Kijk, met presenteren verdien je nog geld en andere programma's, maar met het acteren aan zicht krijg je gewoon een dagprijs. Ja. En als je in een film speelt, doe je 6, 7 dagen, of soms als je een hoofdrol hebt, een keer 15 dagen, dan heb je een dagprijs van 650 euro en dan moet je een jaar dan van leven. Dus ja, dat is. Het dat, he? dat kan niet. Het is een te klein land, zeg maar. Ja. Dus als je echt wil leven van acteren, moet je naar Amerika. Daar proberen sommigen dat ook. Ja ja want je hebt dan bijvoorbeeld Mokromafia leuk maar daarna heb je weer een jaar niks ja, ja want hoe toen daarna ja toen dacht ik ja, ik wil gewoon ondernemen ik wil gewoon ondernemen ik wil gewoon geld verdienen toen heb ik heel veel dingen geprobeerd die niet lukken die ja? niet lukten ja, Zoals? ja. Uh, dat was omdat mijn idee was geld verdienen en niet mijn passie dat ja. zie je, hè dus uh, met goede tijden lukte het me omdat ik daar gewoon mijn passie had ja, toen ben ik een uh, hotel begonnen, um, toen heb ik een spray-tent-cabines. ik was de eerste in Nederland met was die, goeie. waar je in stond. Nou, allemaal mislukt, hè? ja. En een uh, kinderkledingwinkel, omdat een vriendinnetje van mij zei, ja, die werkte daar, die verdiende dan heel veel, dacht oh, ik, ook, ga ook één beginnen. Ja, ja. <laughs> nou stond ik in die winkel, dacht ik, hm, ja. ga ik hier nu echt ja. straks in een winkel staan waar niemand binnenkomt? Ja. ja, dus we hebben zo allemaal wat dingen geprobeerd, ik heb ook feesten georganiseerd. En dat werkte eigenlijk uh, allemaal niet echt. En, uh... Ik denk ook wel, omdat je die bekendheid al hebt, dat, het dan, dat je daardoor ook wel een beetje denkt: van ja, ik kan heel veel doen, want ik heb al die bekendheid. Ja, je denkt inderdaad dat je heel veel kan doen, maar uiteindelijk gaat het er toch om dat je iets doet wat je hart echt wenst. Ja. Want dan, ga, dan voelt het ook niet als werken. Dus als je doel geld verdienen alleen is, ja. Ja, je zou het misschien wel kunnen bereiken, maar je gaat niet met veel plezier naar je werk. Nee, nee ik denk wel dat je echt een beetje passie moet hebben voor het product. Ja, want dan vind je het ook leuk. Je en dan ja. gaat het stromen ja. en dan vibreer je dat weer naar buiten ja. en dan trek je weer nog meer succes aan. Dus ja, dat is wel eigenlijk de key, denk ik. En uh, op een gegeven moment heb ik een tijdje niet gewerkt, uh, een paar jaar kindje gekregen weer. Ja, want je bent nu ook oma geworden. Nu ben ik oma niet Bizar. normaal. Ja. Ik denk dat er geen één oma in Nederland is die zo jong is. <laughs> ik ben 41, ja, maar ik ben niet per se een hele jonge oma. Er zijn wel meer oma's toch van 41. Maar je 41. ziet er gewoon ook heel jong uit voor je leeftijd. Dat komt er ook nog eens ja. bij. Dankjewel. Ik ga je pakken. Ja. Ja. Lekker. Nee, ja, nee, maar toen ik mijn zoon kreeg, heb ik een tijdje niet gewerkt. En toen gingen we uit elkaar en toen moest ik wel werken. En toen kwam eigenlijk het dj'en organisch op mijn pad. Dus iemand wilde het me leren en toen vond ik het echt leuk. Ik ja. leerde het. Ja. Wow, dit is leuk. Als dan te pakken Weet je, Eerst wil je ja. dat ding uit het raam smijten, maar als je het dan te pakken vind je het leuk. En toen had ik een doel: ik wilde een grootste DJ, vrouwelijke DJ in Nederland worden, bla bla bla, bla. Ja. altijd wel grote ja. ambities. Ja, ja, ik wil dan wel ook meteen de beste ja. altijd worden daarin. En toen had ik op een gegeven moment echt 30 boekingen per maand. En ja. toen? Nou, dat heb ik zeven jaar gedaan. Mensen denken altijd dat het een bijzaak was, omdat je dan bekend bent. denken ze, je doet het erbij, maar dat was gewoon mijn, mijn werk, zeven jaar lang. Ik ben ook hele, eigenlijk hartstikke wereld wereldover geweest, ja. En dan ging je ieder weekend ging je dus erg straat. Je dag bijna wel Ja. Ik heb echt periodes elke dag gedraaid. Ik heb ook in de weekend had ik er drie op een avond of zo. Ah, wat is het grootste wat je hebt gedaan? voor het draaien? Nou, op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk om commercieel te draaien. Toen ben ik onder een andere naam, Hannah Black, ben ik techno gaan draaien. Echt? Ja. Ah, dat, wist wat... je dat wist ik ook al niet. Net heb ik op Dance Valley op de main stage van techno gestaan. Maar wisten mensen wel dat jij het nee, was? Nee, ik had zwarte pruikel. Wat? Nee! Ja. Oh, dat vind ik heel... Ik wil een keer foto's zien. Ja, ik heb een Instagram-account. Ja? Het staat zo uh, dat ik uh, eventjes op vakantie ben. Maar uh, ja, ik heb uh, Hannah Black... Je kan, als je me kent, weet je dat ik ben, maar toen heb ik ook Techno-platen en zo. Dat was, zeg maar, toen wilde ik nog vasthouden aan het dj. En dan had ik eigenlijk al mijn Killer Body Motivation. En had ik er eigenlijk geen tijd meer voor. Ja, want ja. zo is het eigenlijk gegaan. Ik ging mijn Killer Body Motivation ook beginnen voor de lol. Omdat ik het leuk vond. Ja. Dus dat werd ook een succes, want het was mijn passie. Wat grappig. En ja, wat ik hoorde, dat jij dat Instagram-account ook bent gestart. Om Zellig. al stok achter de deur te ja. hebben. Was ja, dus ik een... was dj en ik had natuurlijk een dj-leven. Dus alcohol, ja. laat naar bed, ja, uh, ja, ja. ongezond. Ik had Robinson gedaan. En dan ga je, word je, ik was 33 dagen uitgemergeld. En dan kom je terug en dan ga je alles eten. En toen dacht ik, ja nee, fai. Weet je, kom op, weg met die billen We gaan wat doen. En omdat ik iedere keer uh, zo ging, net als de meeste mensen. Dacht ik, weet je wat, ik begin een Instagram-account mijn Killer Body Motivation voor mezelf. Zodat oh. ik de voorfoto doe, moet ik ook de nafoto doen. En toen ging ik dus alles wat ik doe... Ja, jij bent aan het boksen. Dan ging ik ook boksen. Dan ging ik allemaal yeah. filmpjes plaatsen. Nou, dan gingen mensen meeboksen. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Toen dacht ik, hoezo vragen ze dat aan mij? Ik ben helemaal geen professional. Yeah. Is wel, maar omdat ik er zo erg in ging lezen... en over voeding ging leren en over proteïne... Maar toen, hoe was je figuur voordat je eraan begon dan? Um... Dat weet ik. Ik, in mijn gedachten ben je gewoon altijd ja, heel slank en ja. gespierd. En, uh... Ja, nee, ik ben nooit dik geweest dat, uh, nee. voor, voor opstellen. Maar ik kom uit een tijd van, uh, van Pamela Anderson. Toen ja. ik in goede tijden zat. Nou, die had natuurlijk hele grote borsten. En zo'n dunne benen en die platte billen. Dus dat wilde ik. Nou, dat heb ik niet. Ik heb... Uh... Volle benen en billen en juist een smal bovenlichaam. Ja. Dus ik heb er eigenlijk in de jaren alles aan gedaan om dat ideaalbeeld van wat er op dat moment in was, na te streven. Tot neptieten zo is. groot. Ja. Maar ook altijd maar gefixeerd op die benen om die dun te krijgen. O, jij welke... was wel ook echt een sekssymbool, toch? Ja, met die dikke tieten en dat blonde ja. haar. Ja. En ik wou dun, 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 dunner. Ja, maar ja, welke maat had jij? Nou, ik heb wel op een gegeven moment dat ik denk ik wel. Uh, Double E of zo? Of F? Ik weet het niet. Ja, echt zo. Ja. En gewoon ook niet zien dat dat dan te groot is. Een beetje ja. wat de Kardashians noemen met hun billen, weet je wel? Dat ja, ja, ja. <laughs> je denkt, mm, ja. een beetje te groot misschien. Ja. Maar, ja, maar dat je de het zelf niet meer, meer ziet. Ja. ja, maar dat was natuurlijk toen ook. Heel de wereld deed die nep na van Pamela Anderson. Iedereen wou dat toen, in ja. die tijd. En uh, dat was de B-word, was nu de Kardashians. Weet je, zo gaat dat gewoon. Ja. En je wordt daardoor beïnvloed als je jong bent. En je denkt dan dat je eigenlijk niet goed genoeg bent zoals je bent... Want je wil anders zijn. Dus eigenlijk heb ik jarenlang iets nagestreefd. Wat ik niet was. Want voor mij om dunne billen te krijgen en dunne benen is niet te doen. Dan heb ik zo'n muishoofd en ben ik hier helemaal uitgemergeld. Maar dan zag dan... je dat ook aan jezelf? Nu wel als ik de foto's zie, yeah. Maar toen niet. Ik was alleen maar bezig met die benen. Die moesten dunner. En mensen zien je dan denken ze. Jeetje, stop. Ja, maar met trainen hoor. Want je bent heel dun geworden. Ja, kijk. Hier, ja, dit. Het ja, ja. wordt steeds dunner bij mij en dit wordt dunner. Maar dit, ik keek alleen maar hier naar en, ja. en zag je dat als mensen dat zeiden? De, dan, ik dacht dan... alleen maar, ach, je hebt mijn benen nog nooit gezien. Oh ja, ja. Terwijl was... eigenlijk bijna nooit ziet iemand je benen Nee, niemand je je ziet je benen doof. nooit. Ja. Je ziet alleen je hoofd. Ja. Je kan beter gewoon iets minder mooie benen hebben als alleen je kop. <laughs> wow, dat is trouwens maar, wel echt een goeie. Was je kop echt, echt, echt Ja, uit... als ik nu kijk naar die foto uit 2005, denk ik, wat de fuck, ja. hoe kan ik het doen? Echt, want die krijgt dan ook zeg maar, van die hang, uh, ja, weet ja. je wel. En ik heb al, nu al een dun hoofd met 60 kilo. Laat het staan als ik 53 kilo weer. Ja. ja. En maar dan heb je... ik nog steeds geen dunne benen en billen. Snap je dus? Maar eigenlijk is het misschien ook trainen voor iets wat je bij dat perfectie wat je gewoon niet ja. in, in jouw bouw ligt. Nee, dus het gaat gewoon uiteindelijk over zelfacceptatie. Ja, en het brengt ook heel veel ongeluk mee, hè, dat hele traject. Want het is natuurlijk wel dat je, ja, je iets eigenlijk... streeft wat je nooit kan bereiken. Nou ja, je zou het misschien theoretisch wel kunnen bereiken... maar dan hoe ga je het volhouden ja. en, en dan? Want dat is het, hè? want ik heb het bereikt natuurlijk. Op een gegeven moment had ik twee putjes in mijn benen. En, uh... Nou, als je al je ja, putjes kan tellen, tellen dan, dan, ja. dan... Ja, maar toen was ik nog gefixeerd op die twee putjes, weet je wel. Ja. Dus had ik twee pukjes in mijn benen en toen was ik er. En toen, toen had ik daar zoveel voor moeten laten. Eigenlijk gewoon je hele leven. Ja. Want hoe oh, zag, zag ja. je je leven stelde toen ja, uit? Ja, ik heb denk ik wel drie jaar volgehouden of zo. Jaar, een half jaar, drie jaar. Ja, dan, dan, dan ga je je calorieën tellen. En dan denk je als je iets eet dat je dik wordt... dan ben je de hele tijd aan het kijken in de spiegel... of het er nog wel goed uitziet. Terwijl dit zag ik dan helemaal niet. En je bent dus eigenlijk niet gelukkig met jezelf. Want nee. op vakantie stond je nog twee uur in de sportschool, zei je. Ja, ik was dan aan het trainen. Dan ging ik op vakantie naar Curaçao en dan... Dan was ik niet gezellig voor degene waar ik mee was. Want dan ja. moest ik eerst uh, cardio op een lege maag. Dan moest ik ontbijten. Moest ik altijd bij, mijn, mijn hotels hadden een sportschool. En dan uh, ga je nog trainen. En dan ga je naar het strand. En dan ga je dan ook weer salade bestellen. Dus je geniet ook niet optimaal gewoon van je leven. En ook niet en... drinken. Nee. En als ik dronk kan, dan werd ik zo dronken. Nee. <laughs> maar eigenlijk viel. ben je gewoon... Dan werd iets bezig wat je eigenlijk ook niet gelukkig maakt. Nee, maar dat... dat, dat. Ik denk dat je daar doorheen moet om dat te beseffen, zeg maar. Ja. Je? ja, ik denk dat je daar echt doorheen moet om dat te beseffen. En dat heb ik me beseft. En wat ik net ook zei voor dit gesprek: ik heb nu mega veel puntjes, zou ze niet eens meer kunnen tellen. Maar ik ben nog nooit zo gelukkig voor mijn lichaam geweest. Ja. En dat betekent niet dat ik niet weer fit wil worden, maar ik zou nooit uh, fit willen worden om gelukkig te zijn. Kijk, heel veel mensen, en daar was ik ook een onderdeel van, denken dat ze ongelukkig zijn omdat ze dik zijn. Ja. Maar je bent dik omdat je ongelukk bent. Oh, dat vind ik wel echt een ja, vertrouwen. Snap je? Dus als jij, als jij je geluk in jezelf gaat vinden en jezelf accepteert met wie je bent en hoe je eruit ziet. Dan ga je ook niet meer eten om je gelukkig oh. te voelen. Ja, en ik denk ook wel dat je als je fit voelt en gezond voelt, dan voel je je ook gelukkiger. Dan als je op de bank de hele dag ligt. En, uh... Ja, dus het is ook een soort van natuurlijk self-fulfilling prophecy. Weet je, ik ben dik, ik ben lelijk. Nou, als je dat over jezelf zegt, nou, dan voel je je natuurlijk niet echt gelukkiger. Mm -hmm. Dus wat doe je dan als je, je ongelukkig voelt? Ga je eten. Yeah. Dus je gaat ook natuurlijk in die visuele cirkel zitten. Maar het is ook in, uh, interessant om te zien van. Ik heb natuurlijk dat boek verkocht. Die heet 450.000 boeken. Er zijn 100.000 mensen mee afgevallen. En ik kwam ik bij mensen thuis en waren 35 kilo afgevallen en dan vonden ze zichzelf nog steeds lelijk en dik. En die vallen allemaal weer terug. Ja. Want die gaan hun shit niet aan. Ja, maar dat boek was toch best wel een heftig dieet, of niet? Het viel wel mee. Kijk, weet je wat het is? Kijk, je kan, uh, je kan 400 calorieën eten uit een snicker of twee snickers. Maar je kan ook 400 calorieën eten uit een bord rijst, kip en groente. Ja. Dus eigenlijk kreeg ik gewoon 800 mailtjes van moet ik echt die borden rijst opeten. Oh, echt? Oh. Ja, want mensen denken dat ze dik worden van rijst. Ja, dat ze denk denken ik ook dat, altijd. Ja, dat is niet waar. Je hebt dat echt nodig. Maar je wordt wel dik van een snicker. Ja. Want je hebt suiker en je hebt suiker, snap je? Ja. Dus tuurlijk is het dieet zwaar ten opzichte van dat je geen suikers meer mag. En dat ben je natuurlijk gewend. En je hebt suikers ook nodig. Je hersens hebben suikers nodig. Je, 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 dat is je gewoon je brandstof. Maar het ligt eraan welke suikers je eet. En als jij drie keer per dag, want je mag gewoon brood, maar je mag gewoon rijst. Of je mag, want brood doet ik nog steeds hartstikke goed. Uh, dat mag je allemaal eten. Maar ja, als je die suiker niet meer mag, ja, mag ik dan niet toch. Nee, dat mag niet. Nee, Mag ja. niet toch. Die snikker in het dieet, in ieder geval. Of die mars. Nee. Of die gevulde koek. <laughs> dat niet. En, uh, maar mensen zijn bang om te eten. Wat je heel veel ziet, is dat juist mensen te weinig eten. Ja. De, die gaan dan niet eten om af te vallen. Nou, ja, en stellen, dan kan je, je zo het weer terug. Ja, maar je, je verbranding gaat ook op nul. Ja. Als dus jij eet, dat niet. werkt één week... en daarna ja. doet je lichaam niks meer, dan gaat het in plateau... en dan denkt het, oh, je krijgt geen eten meer binnen, ik blijf... Uh... Maar heb je dit jezelf allemaal aangeleerd in die, in die Ja, maar ik ben journey. al sinds 2015 bezig natuurlijk. Ja, en ik denk en, dat we ja. wel een twaalf, beetje de twaalf. eerste waren die echt zo van het sporten... en uh, ja, vooral het sporten denk ik zo waren. Want ik denk daarvoor was het meer uh, Sonja Bakker en uh, ja. wel, dat ja. allemaal. Ja, kijk, dat is het. Kijk, sporten zorgt ook voor gelukshormoon. Het is goed voor je bloedsomloop. Je afvalstoffen worden. Daarom ik heb de afgelopen jaren gewoon gesport. En ook zelfs na mijn knieoperatie. Maar niet voor een resultaat. Dus ik sport altijd. En wat, wat sport je? Ga je dan echt helemaal tot gaatje in de sportschool? Nee, ik sport gewoon. Dus ja. ik, ik doe gewoon uh, split tussen twee dagen benen, drie dagen bovenlichaam. Zeg maar. Of drie dagen benen, twee dagen bovenlichaam. Maar niet tot het gaatje. Dus ja. de gewichten staan. Ik heb thuis een gym altijd al op dezelfde stand. Ik wandel met de honden. En als ik echt voor een doel sport, want uiteindelijk is het dan 80% je voeding. Dus dan ga je niet alleen je gewichten opstroeven, maar ook je voeding anders inzetten. Ja. En dat ben ik op dit moment aan het doen, maar met een heel ander uitgangspunt als 2015. En wat is nu je uitgangspunt? Wel fitter worden en sterker en er ook fysiek beter uitzien. Maar voorheen deed ik het om gelukkig te worden en nu ben ik al gelukkig. Dus eigenlijk geloof jij helemaal niet dat je, dat je geluk creëert door. Nee, maar dat moest ik wel zelf doorheen. Want als je daar, ja, daar nog staat met die sixpack zonder butjes... Ja, dan ben je niet gelukkig haar of zo. Nee. Nee. Kijk, je bent vaak gewoon ongelukkig door andere dingen of gestrest. Maar was je niet op een gegeven moment dat je met, die, met dat boek bezig was... met die hele lifestyle, dat je er soms zelf ook een keer helemaal klaar mee was... maar dat je eigenlijk niet meer terug kan omdat, het, omdat nou, je, je in één keer die titel... Ja, 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 ja nee, dat is wel echt een goede dat je dat zegt, want dat had ik wel. Ik kreeg er stress van dat mensen dachten dat ik altijd fit was... want ik schrijf een boek, oké, okay, dat is ja. mijn verhaal, dat is letterlijk. Dus het is mijn journey, dat is, daarom is het ook zo'n succes. Ik schrijf dus ook in dat ik wel eens de missie ga... En dat ik dan allemaal roze koeken leeg heet. Dus alles staat er gewoon in. Daarnaast is, staat er een dieet in, wat voor mij heel goed heeft geholpen. Um, maar ik ben niet iemand met overgewicht. Maar ik ben ook niet perfect in zoveel mensen over. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus door dat boek durfde ik op een gegeven moment het strand niet meer op. Nee. Oh ja, bizar. Want ja, ik dacht, ja, iedereen zit ik... zo... Ja, ja, van, van ja. ze heeft ook ja. twee puntjes. Ja. ja, en valt ook wel mee eigenlijk. Snap hè? Je? dus Die ja. druk die werd echt mega. Ja, want je was... ligt onder een soort van Ja, en toen ging ik dus heel veel eten. Want ja. wat ik oh, doe, mijn uh, kopinggedrag. Sommigen hebben werken als verslaving. Sommigen hebben sporten, sommigen hebben druk. Mijne is eten. Oh, wat ge dus eigenlijk gewoon averechts reactie. Ja, ja ging, ik ging roze, roze eten zo. Ik weet nog dat ik een keer in Bali op vakantie, of dat ik in Nederland hoorde, ja. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja. En, ja. En jij ging roze koeken eten. Ja, ja. ja dus dat is, ja, dat, ik, Als ik gestresst ben, ga ik eten. Ja, ik ook hoor. Ja, ja. ja, ja ik en dat is ook, niet ja. erg als je het weet. Ja. Snap je, het is niet erg. En ik kijk heel veel gedachten, dat geeft je ook stress. Als jij gedachten hebt over, ik ben dik, ik ben lekker putjes, ja, dan word je ook gestrest. Als je dan niet weet van jezelf dat je gaat eten, je doet het allemaal onbewust... dan wordt het zo'n persuasion cirkel. Ja, ja, precies. Ja. En, maar ben je daar op een gegeven moment mee gestopt? Of? Ja, ik ben dus mezelf uh, aan gaan kijken van wat is er nou met mij en waar zit ik mee en waar loop ik voor weg en ja. welke traumas heb ik te hele en wat heb ik op te lossen en waarom doe ik wat ik doe. Dus je wordt een stukje bewuster. Dus je gaat kijken wanneer drink ik, wanneer eet ik, uh, wanneer en ga ik schreeuwen? wanneer moment, word ik boos. Was daar echt een moment voor dat je dacht oh nu moet ik mezelf. Dit is, het is een geleidelijk traject, weet je. Het is een geleidelijk traject van een paar jaar. Ik heb natuurlijk een hele tijd. Uh, het ene naar het andere vriendje gehad. Ja, kan je wel de hele tijd zeggen: er ligt aan hun. Maar op het ja. moment is er een soort van patroon in. Ja, wat dat vind ik dus ook super interessant. Want je bent nu met een nieuwe podcast ben je ook begonnen. En daarin onderzoek je de liefde. Ja, die is af, die serie. die ja, afleveringen. Ik vond dat super interessant. Want ik was, ik ben 34. Ik had geen vriend. Maar daarom vond ik het ook juist weer interessant, die podcast van jou. Want dus er zaten echt wel heel veel interessante dingen in. Ook als je voor je gevoel op wat later in de leeftijd weer zelf ben... dat je heel erg bij, je na gaat denken, bij jezelf gaat nadenken van... wat wil ik eigenlijk en wat wil ik eigenlijk aan een man? En dat je daar, als je wat jonger bent, minder goed over nadenkt. Het was gewoon ja. wat er voorbij kwam en leuk uitstap. Ja, Dan ja, dacht ja. oh, okay, ik, oké, probeer het nog een keer. Ja. Maar nu is het zes keer opgebruikt, ja. dan denk ik beter niet meer. Ja. Ga maar eens even goed nadenken, wat zijn nou je kernwaarden? En wat past er nou bij jou? En wat voor soort man is dat? En wat rak je van de relatie? En wat kan jij geven? En wat heb jij hier te leren? En wat is jouw aandeel geweest in de afgelopen zes mislukte relaties? Want hoe kwam je met het idee voor deze podcast? Omdat het mijn eigen reis is, van nu ja. anderhalf jaar. Na mijn laatste relatie die mislukte, dacht ik... ja, fijn, nu ga je echt even aan jezelf werken. En toen vond ik dat zo'n interessante reis. Dat ik dacht, oké, okay, dit is gewoon een heel interessant onderwerp. Ze leusen wel meer mensen zijn zoals ik. Ik had dus bindingsangst. Ja. En dat kwam voort uit vader-moeder-relatie-onveilige hechting. Dus dat ben ik met therapie helemaal aangegaan. En uh, daarna gaan kijken. En dat zijn allemaal belangrijke dingen die je moet, denk ik, helen en oplossen om gelukkig te zijn. Anders neem je het altijd mee in ja. je, je eigen heeft, relaties. Ja, je neemt het gewoon weer helemaal mee. Dus, ja, dus dat ben ik gewoon helemaal gaan onderzoeken. En de mensen die mij me daar de afgelopen drie jaar... Want ik ben voordat die relatie overging al, was ik al in dat traject wel een beetje met mezelf bezig. Lijkt, die mensen, en de coaches die, die ik heb gehad, gewoon betrokken in de podcast... Oh, dus die had je al gehad? Ja, die had ik al ja. gehad. Ja, Els van Stijn was al een jaar mijn coach. Ja. En uh, de boeken van uh, Hanna Kuppen over binding en verlatingsangst. Toen ik dat las, dacht ik, oh, dat boek is voor mij geschreven. Ja, echt? Ja. En viel toen pas het kwartje? Ja, uh, ik had dat boek al een keer eerder. Toen, toen pakte het me niet. Maar na mijn laatste gebroken relatie dacht ik, ja, dit is gewoon... Dit ben ik gewoon. Want ook als er dan een vriendje wat verder weg was of ik zag ze niet, dan vond ik ze leuker. Maar als ze weer op mijn lip oh, zat, ja. dacht ik, oh, laat me met rust. Gapig, gapig. Ik gapig. Helemaal Ik heb weet je van, Maar ik heb dat helemaal opgelost. En, en wat zijn de belangrijkste dingen waar je bent achtergekomen in al die, in die hele journey daarvan? Nou, voornamelijk dat ze kreeg een, een naampje dat ik bindingsangst had. Ja? En bindingsangst is eigenlijk hetzelfde als verlatingsangst. Dus je bent bang om verlaten te worden en daarom wil je niet binden. Ja. Ja. Dus dat is dezelfde medaille aan de andere kant. Dus je, je zoekt eigenlijk ook onbewust partners uit. Uh, die niet te dichtbij komen. En dat kwam weer uit een andere, hele kwetsbare relatie. Van de vader van mijn kind heb ik een heel moeizaam relatie mee gehad. En die is nu ook uiteindelijk overleden. En dus je wil nooit meer zoveel pijn voelen. Ja. Dus dan denk je, nou, ik hou het uh, lekker jeugdig, jong. En dan uh, wordt het toch niks. Hè? Onbewust, hè? Kan ja. het me niet raken? Ja, er toch elke keer weer pijn is toch uitgaat. Ja. Toch wel weer een deukje. Dus dat was wel heel interessant. Wat viel je altijd ook een beetje op hetzelfde type? Nee, er is geen pijl een vaste knoop. Als je ze aan vast te knopen. Als je ze naast elkaar zou zetten, zou je denken: wat is dit? Ja. Maar uiteindelijk kwamen ze wel allemaal met dezelfde les. Ja? ja? En dat was dus die winningsaf? Ja, ook, ja. En ik was heel dominant en ik was moed aan moederen. Naar hun? Ja. Wat deed ja. je dan? Moederen. Heb <laughs> je zin? Dan? Uh, ja, alles voor hun willen regelen, oplossen oh, en doen, ja. Dus je wil, al, uh, dat heeft te maken met controle. Ja. Oh. Maar dat vind ik helemaal niet zo snel bij bindingsangst passen of zo. Maar misschien, ik heb er ook weinig verstand van. Ja, ik uh, wil, ik, kijk, ik, wilde, ik deed dan heel erg halen, trekken, halen, trekken, halen, trekken. Dat is heel verwarrend. Um, en daarnaast had ik gewoon een soort reddersyndroom. Dus ik had het nodig om andere mensen te helpen... zodat ik mezelf beter voelde. Want als jij jezelf niet goed genoeg voelt... Ja. wat je ongeveer allemaal hebt waarschijnlijk... dan heb je het dus nodig dat iemand zegt dankjewel, dankjewel, dankjewel. Oh, oh, ja. Zo ja. wel. En als iemand dat dan niet deed, werd je dan boos? Van ja, ik doe wel Nee, want Ik alles zocht ze uit. Je. Daarom. Ja? ja? Ik zocht ze onbewust uit, mensen die mij nodig hadden. Ja. Maar niet alleen in partners, hè? Personeel. Allemaal van die mensen die op je schouders gaan Ja. Allemaal, om je heen. Maar dan, je dan heb jij wel het gevoel lucht. dat je in controle bent. Ja. Ook ja. over je eigen situatie. Ja. Dus dat niet iemand anders de controle over Precies. jou heeft. Precies, ja. En, en dat je... besef is er nu. Dus um, allemaal personeel is er nu uit. Oh, echt? Ja. 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 En hoe <laughs> voelt dat? Heel opgelucht. Ja? Want ik ga nu mensen... Ik kijk, nu ik dat weet, want het begint al bewustwording... dus dan ga je ook kijken van, oké, okay, wat is nou gebeurd? Oké, okay, wat voor zo mannen trok ik aan? Maar welke vriendinnen hangen er om me heen? Wie kon mij wat brengen? Maar heb je in dit proces ook men, mensen achter je gelaten? Ja. ja. En nu ook de... dus al mijn personeel. We zijn al met z'n tweeën van de zeven. Ja. Klinkt heel hard. Maar dat vind ik best wel knap die bedrijven die je hebt, zeg maar, dat je dat dan met z'n Ja, met z n z n tweeën, is, nu ja. Wel is wel onveilig nu ja, even. want ja. Esther kwam vanochtend met een heel shiny sportsetje. En, en... Uh, dat was echt... Uh, je zag er echt zo leuk uit. Ja. Ik krijg ja. allemaal complimenten. <laughs> ja. Dank je Hoe ja. gaat het daarmee? Ja, het gaat goed, maar dit was dus een hele uitdagende tijd. Ja. Of is. Ik zit er nu middenin. Want ik ben dus de, deze journey met mezelf aangegaan. Dan word je dus steeds bewuster van je patroon en wat, wat je dus doet... Dan ga je dus inderdaad uh, denken: van, waarom ben ik zo uitgeput? Ja, je bent de hele dag mensen aan het helpen. Maar als ik moet gaan vertellen wat jij moet doen en jij moet doen en jouw e-mails moet nakijken voordat je ze verstuurt. En jouw werk moet controleren of je het wel hebt gedaan. Dan kan ik wel heel te boos worden, maar dan kan je ook nadenken: oké, okay, hoe komt het dat iedereen zo is? Ja, je hebt ja. daar ook uh, vanuit de psychologie allemaal kleurtjes voor. Dit is allemaal groen, dit is allemaal afhankelijk. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat heb ik gedaan. Ik heb ze aangenomen. Ja, ik kan alleen maar naar mezelf je, kijken. Ja, ja. Kijken daarin. Ja, en de, en waarom doe ik dat? Dat had ik dus kennelijk nodig. Maar als ik nu naar de next level wil... dan moet ik niet meer vertellen aan jou wat jij moet doen. Nee, dan moet je dus vertrouwen hebben dat dat gebeurt. Ja, of iemand hebben die het mij komt ja, vertellen. Ja. Want anders blijf ik op mijn niveau natuurlijk. En ja. daarmee ben ik op zich best oké okay gekomen. Maar als je een niveautje hoger wil, heb je dus expertise nodig. Maar ja. Kan je dat Boven aan? Ja. Ja. Kan je Hè? dat aan? Ja, ik ben er nu klaar voor. Iemand maar, die jou gaat vertellen Nu ooit. wel, ja? maar daarvoor moet je dus wel aan jezelf werken. Ja. Want anders krijg je dus dat je de hele tijd in discussie wil gaan met iemand. Of dat je jezelf persoonlijk aangevallen ja. voelt als iemand zegt je doet het niet goed. Dan heb je gewoon nog zelf heel veel. Ja, werk onze te coach doen. zegt altijd: How you do anything is how you do everything. Dus dat je, hoe je privé bent, dat is ook gewoon hoe je zakelijk bent. Je ja, kan niet zeggen: je. ik ben zakelijk zo en privé zo. Maar het gaat natuurlijk, het is allemaal één. Ja. Dus ik denk wel dat het zo belangrijk is om eerst je eigen shit helemaal ja. opgelost te hebben. voordat je ook een bedrijf succesvol kan maken. Precies, want als jij, als jij nog privé en ik ben niet goed genoeg trauma hebt. Ja, ja. dan hoeft er iemand tegen je te zeggen: sorry schat, maar je hebt je werk niet goed gedaan. Ja, maar... Nee. dan ga je ja. denken... Jij, jij ja. maar jullie, weet je wel. Ja. Terwijl dit gaat niet over dat jij niet goed genoeg bent. Weet je? Dus je hoeft je niet persoonlijk aangevallen te voelen. En ik denk dus dat, dat bij mij nu... Ook de mensen die ik aanneem, die moeten allemaal NLP doen. Ja? Ja. ja. Ik, ga niet, ik heb daar geen zin meer in. Die mensen die niet hun eigen shit aankijken. Want dan krijg je dus discussies op werk. of zeggen gewoon onbewust. Wat grappig. Maar kun je nu zeggen dat je jezelf echt goed kent? Want ja. ik denk wel dat je er veel aan hebt gedaan... Ja. om dingen te verklaren, waardoor je ja. dingen doet. Ook oh, en... waarom ik zo mag doen. Ja. ja, soms. Ja, en als je het allemaal weet, dan kan je verder. Ik zeg ook altijd, tegen mijn personeel, wat nu nog één iemand is... maar ik ja. zeg altijd, je moet je zwakheden kennen. Ja. Niet alleen ja. je, je kracht. Want als jij niet je zwakheden niet kent, en je gaat dat allemaal zitten doen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Je moet gewoon kunnen durven zeggen, dit kan ik niet. Of ik ja, heb hier een -boek bij Ik zou het psychologieboek ook nog wel wat voor jou vinden. Waar ja. <laughs> vind jij jezelf een... een bloeier of juist een, een, een vroeg iemand? Het zijn allemaal fases. Ik was natuurlijk heel vroeg. Ik ja, ben ook mijn achttiende ja. uh, moeder geworden. Jij hebt ja. heel erg contrasten. Ja, ik ga door fases gewoon heen. Nou, ik, heb, ik ken gewoon geen veelzijdiger iemand nee. als, als dat jij bent. Dat is echt gewoon. Nee, maar ik ben door schade en schande zeg maar beter geworden. Dus al die dingen die ik heb gedaan, die eigenlijk niet bij me. Die heb ik gewoon uitgeprobeerd. Ik zeg ook gewoon: begin gewoon. Als je wil ondernemen, ga niet. Uh, Honderd jaar denken wat en hoe, een plan. Ga gewoon kijken wat je leuk vindt. En ja, daar je geloof zelf ik ook heel erg ja. in. Weet ja. je, Anders ben je, ben je tien jaar aan het wachten op het juiste moment. Ja, ja en dan is De juiste omstandigheden of iets. Ik ben altijd volgast. Ja. ja. En soms een beetje geld. Ja, en ik denk ook wel als je het gevoel ergens van goed is, dan moet je gewoon voor gaan. Ja. Maar jij bent ook heel erg van manifestatie en zo, toch? En op dat gevoel en op die vibration. Dus ik ja. geloof ook, zeg maar, als je dus op kantoor klagende mensen hebt. Die, ja, maar... En als je iets nieuws wil doen, de, de handrem er elke keer op. Of weerstand hebben tegen vernieuwing, zeg maar. En je hebt zo'n klein team zoals wat wij hebben... dan besmet je elkaar. Ja, dan ja. gaat iedereen op een gegeven moment klagen. Ja. En dan stroomt die energie niet meer lekker. Daar geloof ik heel ja. erg in. Dus hoe als je ben je dat... daarin gekomen dan? In die energieën uh, en die vibraties? En... Dat is gewoon van mijn opvoeding. Ja? Mijn moeder, ja. Mijn moeder is... Uh... Want eigenlijk is het wel een onderwerp wat nu pas eigenlijk echt een beetje trend wordt, Mainstream, zeg maar. Ja. Snap je? En bekend ja. wordt. Ja, maar mijn moeder was sowieso met vegetarisch opgevoed. Nou, dat was toen al niet. Snap je? Dus mijn moeder is een voorloper ja. daarin. Maar ik ben echt opgegroeid op ashram. Ja. Dus ik ben echt, ja. Wat grappig. Ja. Wij hebben zeg maar met onze familie echt een ashram opgezet, ook in Nederland. Want wat is een ashram eigenlijk precies? Dat is zeg maar net zoiets als een kerk, alleen dan voor het Hindoeïsme in ons geval, Babaji Ashram in Apeldoorn. En je moet het zo zien: je hebt dus Sai Baba, je hebt. Net zoals je Jezus hebt. Je hebt allemaal aanhangers ja. van, van zeg maar geloofsovertuigingen. En Babaji is een soort van geloof, een Hindoeïstisch geloof, maar wat heel klein is. Dus er zijn niet. Miljoenen mensen die daarin geloven. En mijn familie zijn Babaji aanhouders. Dus net als de Hare Krista's, yeah. maar. dan een ander soort. Dus wij gingen vroeger naar India op vakantie, met, toen ik klein was. En mediteren is er met paplepel ingegoten. En wat heeft dat met jou gedaan op nou, buitenrecht? Ik ging me heel veel weerstand natuurlijk. We hadden een ashram op een gegeven moment eerst in ons huis. Dus wij woonden in Amsterdam-Oost. En toen was er nog geen ashram in Loenen. En toen kwamen die mensen dus elke maandag bij ons thuis. Met een stip op hun hoofd oh. en een sariaan. Dat wordt het ja, wel heel anders. Ja, ja maar dat vind je dan... niet leuk. En dan ben je dat dus denk je... ik ook wel een <laughs> beetje het buitenbeentje van de klas, zeg maar. Ja, we hebben ook allemaal aparte namen. Remy, Arjuna, Faya, Shanti. Ja, ja, ja. Dat zijn, dat hebben we hebben allemaal India's namen, of ik dan niet, India's. Maar um, ja, we waren gewoon een tovenfamilie, zeg maar. Ja, maar dan leer je op jonge leeftijd al dat je eigenlijk andere dingen doet dan de rest. Ja, maar dat vind ja. je als kind dan wel moeilijk. Omdat je als kind wil je gewoon een normale naam, dus ik heb ook heel veel jaar gezegd dat ik Nicole heet. Oh echt? Ja, want ik heet Faja Hanna Nicole. Dus ja. toen gingen we naar, verhuizen naar Noord. Zeiden dat iedereen ik heet Nicole. Oh ja. Ik schaamde me daarvoor, snap je? En onze huis was oranje geschilderd. En wie ook. En geen normale bank, maar voor thuis op de grond. Oh dus, ja. En ja, dus als kind vind je het heel erg vervelend, denk ik. En ook met die mensen die dan bij ons thuis kwamen, allemaal. Maar uh, nu kan ik wel de waarde echt zien van wat mijn moeder ons heeft bijgebracht. Ja, ik denk dat het nu ook wat. Dat, het, dat meer mensen spiritueler gaan worden dan dat het toen was. Ik denk, toen was het nog. Toen wel waren echt... we echt voor, voor, apart, zeg maar, wij gingen dus ook, kregen ook vrij van school naar India te gaan naar ashram en zo. Ja? Ja. ja. En um, ja, mijn moeder leerde me gewoon manifesteren. Zij zei dan, ik had dan een malen met 100 kralen, en dan ging even op mijn kamertje zitten. En dan zei ze: Als je een paard wil, dan moet je het vragen aan God. Oh, ik wil een paard, ik wil een paard, ik wil een paard had ik uren dat te doen En die ja. paard, dat paard kwam er uiteindelijk ook. En zo, met goede tijden, dat heb ik gewoon helemaal echt? gevisualiseerd, uitgedacht. Wat yes. nu, maar nee. toen was je wel je moeder al, toch? Ja. En ik vanaf mijn twaalfde, vanaf groep acht, zei ik: Mag ik morgen, laat even mijn tijdenslopen. Nee, Wat grappig. Toen ik Katja ik weet precies nog, dat ik twaalf in zag lopen bij de keuken. van Zoals Kenji nu wel beledigd, dat ze mij niet hadden vermeld. Ja? Dat wat kan zien we oh. Maar zij is vier jaar ja. ouder of zo als mij. Vijf. Is je toch wel echt gelukt dan, hè? Ja, dus dat uh, paard was mijn allereerste manifestatie uh, moment. Dus zeg maar, wij hebben heel lang uh, gewoond met de vader van mijn broertje en mijn zusje. Die had uh, de Himalaya, dat was de allergrootste spirituele winkel van Amsterdam. Toen waren er nog geen online winkels. Ik zat in de Warmoestruit en daar kochten ze allemaal spirituele dingen, spirituele boeken. Dus dat is de vader van mijn broertje en mijn zusje. En toen mijn moeder uit elkaar ging, gingen we naar de bijstand. En toen was er dus geen ruimte voor een paard. Nee. Want daar hadden we geen geld voor. Nee. nee. En uh, mijn moeder zei: Als je er ergens in gelooft, dan moet je je ja, er gewoon ja, vragen. Ja. Dus ik ging dan uren bidden. Maar niet alleen maar bidden. Ik ging dan ook bijvoorbeeld zo'n boek waar je dan paarden in zag. En dan ging ik helemaal <laughs> nadenken dat het dan mijn paard was. Ja, gewoon. Ja. Ja. Je zag jezelf ja. rijden op ja. dat, dat, dat paard. En dan ging ik altijd bij kennis in de op vakantie. En die hadden paarden. En toen was ik een keer met mijn moeder, was maar komen ophalen met mijn echte vader. Die alleen om mijn verjaardag kwam, ja. um, maar die had wel een beetje geld. En toen heb ik de hele weg gesheurd om een paard op het stufweg. En toen zei hij: Als jij een gratis stal vindt, dan krijg je van mijn paard. En toen ben ik op mijn fiets door zo Noord bij iedereen gaan aanbellen, En toen ik een gratis weiland gevonden. Wat? Grappig, oh, grappig. Toen moest mijn moeder schoonmaakbaan erbij doen. om hem uiteindelijk te onderhouden. Oh. Dat is echt zielig. Maar ik vond ook wel wat van je moeder. Want stel je voor, je dochter wil dat heel graag. En iets is gewoon ja. ook totaal niet uh, bereik, mogelijk, ja. zeg maar. Of in je bereik. Dat je dan. Zij heeft niet tegen jou gezegd. Nou, dat gaat echt nooit gebeuren, hoor. Nee, Droom nee, maar nee. Lekker Zij, verder. Zij heeft zelfs, uh, dat zegt ze nu ook... dat uh, met de schoonmaakbaantjes, weet je, daarnaast stiekem naast je sociale nieuwteuitvinding voor dat paard... heeft ze dat altijd gedaan omdat ze ook wel zag dat ik dat paard nodig had. De paard is ook hedend. Oh, ja, dus ja want mijn moeder al... is heel spiritueel. En mijn ja. vader was gewoon heel erg afwezig. Dus ik was gewoon een heel boos kind. Ja. Oh, ja. Dus Wanne dat paard bracht ook veel. Ja. 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 En dat heeft ze daardoor ook altijd volgehouden... Maar nu, nu we het net hadden voor deze podcast ook over wat je wilt bereiken met je bedrijven die je hebt en zo. Maar dan ben je ook heel duidelijk over wat je wil met het ene bedrijf, wat je wil met het andere bedrijf. Ja, ik geloof en niet is... dat je het krijgt als je niet duidelijk bent. Nee. En nee. Da, da, Hebben jullie dat wie dat pikt? Dat, dat viel me op. Van ik wil dit bedrijf, wil ik dat mee doen. Da, dat bedrijf wil ik dat mee doen. Toen dacht ik, oh, nou je weet het in ieder geval wel heel goed. Ja, en wij ik denk zijn ook dat... heel erg van het uitspreken ja. van onze dromen. Uh -huh. Dat we het juist uitspreken. Maar onze ouders zijn juist heel erg. Uh, het tegenovergestelde van ja. doe maar normaal doe je al gek genoeg. Ja, maar dan je is moet het als je vooral, Oost. Je moet je vooral niet uitspreken, want stel je voor het lukt niet, dan sta je het mooi voor paal. Want wij hadden ook een keer. Ja, maar je staat sowieso niet voor paal, want je probeert het. Ja. En uh, ik snap, ik vind het knap dat jullie zo zijn met jullie die ouders niet hebben die dat jullie hebben ingesproken, uh, zeg maar. Ja. Dus dat komt echt uit jullie zelf. Er ja, was ook een uh, nichtje zat een keer bij ons en uh, die zei: Ja, ik moet aanstaande maandag moet ik afrijden en ik denk echt dat ik het ga halen. En uh, toen zei mijn vader: Nou, nou, dat zou ik maar niet zo uh, hardop zeggen. Oh, echt? Want uh, voor hetzelfde geld is het niet zo en dan sta je uh, voor paal. En toen dacht ik: Ja, maar eigenlijk is het juist goed dat je uitspreekt. van ik ga jullie dan zo anders ja. dan hun? Dat vind ik wel interessant. Ja, dat, dat kwam wel door boeken en zo die wij hadden gelezen. Dat is goed. Ja, want, ja. Want, want dat mag je iedereen meegeven. Want kijk, dat is een generatie, jouw ouders met alle respect voor je ouders, die zo zijn opgevoed door hun ouders waarschijnlijk weer. En dat hebben we ja. meegekregen. En. En die denken, doe maar niet, want dan word je teleurgesteld. Maar ja. dat denken heel veel mensen en daardoor beginnen ze dus niet. Maar je bent niet teleurgesteld. Want ik zeg altijd, er is geen ja. plan B. Want kost wat kost, haal ik A. Ja. En misschien gaat het met een omweg, maar er is altijd A. Ja. Er is geen B. Dus als je, als je zakt, nou, en dan sta je niet voor lultenis, want dan is de wereld zakt. Maar dan zak slaap je altijd nog. Snap ja. Ja. Je gaat altijd voor A. En mensen die dat niet durven uitspreken... zijn eerder bang om teleurgesteld te worden. Dus denk, dan maken ze het kleiner. Maar wat je dan uitstelt in het universum... is maakt me niet zoveel uit of is ja. het niet leuk. Dus het was dit... wel grappig, want we waren dus afgelopen november... met onze moeder dan op Bali. En die was dus die boeken van Michael Polacek aan het lezen... En toen hebben we het echt zoveel daarover gehad, over die mindset en zo. En nu zijn ze er zelf dus heel erg mee bezig, maar ook weer door ons. Nu zijn ze het tegenovergestelde. Ja, tegenovergesteld ja. Oh, dat is ja, ook heel ah, erg is erg in zo goed. Met de ja. en zo is ze dan bezig. En, uh, ja, en Michael Palatschik zou dit en dat zeggen, zegt ja, ze dan. Weet oh, wel? We gaan ze ook ik... naar, naar uh, Maximal Potential. Max, maximal Potential, zo van, van hem? Die, die dagen die we hebben. In uh, juni of zo is dat. Ja. ja, wij gaan daar. Ja, gaan daar ja. 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 goed, dan krijg je mij repen. Oh, echt? Heel leuk. Ja, de kippen die worden daar uitgedeeld. Heel nee. leuk. Ja, dus dat is wel weer leuk, dat, dat wij dan weer ook weer wat meegeven aan ja. bijvoorbeeld onze Superleuk. ouders. Ja. En dat, dat dat ook wel weer een hele normale gedachtegang wordt, dat je zo gaat denken. Ja. ja. Want dat is het gewoon. Je kan het creëren zelf. Je creëert je eigen leven. Je bent regisseur van je eigen leven. Maar wat heeft er, heeft er dus voor gezorgd dat jij zo goed. En zo succesvol bent geworden? Die mindset. Dat mijn moeder zei vroeger: je kunt alles bereiken wat je wil, als je het maar heel graag wil en je moet het voelen. Ja, Zij ja. zei: je moet het voelen en je moet visualiseren en je moet doen alsof het al zo is. Dat, daar ben ik mee grootgebracht, het groot en dat heb ik altijd geloofd. En als je op je twaalfde dan een paard krijgt en dat dan je eerste bewijs is, ja. dan zit je: oh, kantoor. Maar dacht je, dacht je niet toen The Secret en zo uitkwam: van ja, hè, hè, dat wist ik al lang al? Ja, zo leef ik. Ik sta ook in The Secret. In een Nederlands variant, ja? ja, met mijn verhaal. Ja. Nee, wat grappig. Want wij, mijn moeder las ons dat soort dingen voor. Ja. Byron Katie, The Secret, Je kunt je leven helen. Want toen ben... dat boek uitkwam, toen dachten wij. Oh mijn god, zou dit echt zo werken? Dit was de eerste keer dat we daar hadden Het hoorde, was heel grappig. Ja. Want wij waren toen net begonnen met sieraden maken. En echt, nou, het was echt gewoon. Een paar kettingjes die ik had gemaakt, maar ik had wel het Met idee... Met de hand zelf. Ja, ja. ja, ik had al wel het idee van, oké, okay, ik wil een sieradenmerk hebben. En toen ging ik dus de secret lezen. En toen zeiden dus ze, je moet wel een doel hebben wat je echt graag wil... en dan moet je er de hele tijd over nadenken. Dus ik dacht, oké, okay, mijn sieraden die worden bij de Bijenkorf verkocht. Dat was mijn doel. Dus maar ik het had... was echt nog aan de keukentafel. Hè? Dus nee, dus aan de We verkochten echt niks. We hadden denk ik alleen een naam of zo. Dus ik zei tegen Anne... Ons merk wordt later verkocht bij de Bijenkorf. Ik weet het gewoon zeker. En ik ben het helemaal. Aan het, uh... En ik zat nog niet in de secretariteerd, dus ik zei ja dag, droom lekker verder. Ja. En toen uh, had ik één keer had ik een droom gehad en ik werd wakker. En ik had helemaal voor me gezien hoe het eruit zou zien. Dus gewoon, ik zag het gewoon. Ik voelde het ik had het gewoon meegemaakt. Maar ook, je zei ook, ja, en uh, toen uh, zag ik allemaal mensen met onze sieraden lopen. Ja, dus ik zag ook mensen met onze sieraden lopen en dat had ik nog nooit gezien hè, andere mensen met onze sieraden. Dus ik zei tegen Anne... Ik heb helemaal rustig gevoel, want ik weet, het gaat gebeuren. En ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe het gaat gebeuren, maar het gaat gebeuren. En anders, zo, ja. Echt, jij verklaarde me wel een beetje voor gek. Want ik dus, had nog niet gelezen. En ik moest toch afstuderen, want ik zakte de hele tijd, want in studeren was ik echt niet goed. Dus toen kreeg ik, zat ik op de VU in Amsterdam, en toen kreeg ik opeens een mailtje van de bijkorf. Van ja, we, jullie zijn echt, jullie sieraden zijn nieuw, zijn, uh, Persoonlijke sieraden hebben we nog nooit gezien. Maar had je Wein... ze benaderd? Nee, ik ze jou? uit het eind gaat het niks. Dus, <laughs> maar ik zat gewoon op de vuur. Hè, en ik dacht echt... Dus ik zei, Anne, dit vind je echt niet grappig. Je neemt me nu in de maling. Je, je hebt een het... grapje met me gemaakt. Je zit zeker in mijn e-mailde in, in mijn inbox te kloten. Want dat mailtje van de Bijenkorf, dat slaat nergens op. Dus Anne zo, waar heb jij het over? Een oh, ja. mailtje van de Bijenkorf? Dus ik doorsturen. Ze dat is echt op gesprek geweest. En dan dus zijn we gewoon echt hadden we, die pop-ups hadden we dus in de bijenkorf gekregen, toen we echt bijna geen sieraden verkochten. Wat grappig. Ja. Dus dat is echt. Uh, Mooi hè, maar ja. dat is het universum. En die dromen, dat krijg ik ook vaak. Ja? Ja, want ook als je het vraagt, dus stel je voor, je loopt ergens tegenaan en je zegt, mag ik alsjeblieft een inzicht in mijn droom? Moet je maar eens doen. Ja, Ja, dat krijg je het. Tenminste, ik wel. Het is wel oh, heel veel 5 uur of 5 vijf uur 55. Vijf 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 dan moet ik echt? ook ik ja. de droom. Ja, en dan weet ik ook, ja, nu ook iedereen eruit. Nee, ja? ja. Maar ben jij een soort van. eerst wilde ik nog pamperen, eerst wilde ik nog mensen redden, dacht ik ja, zielig. Nee, ik ben niet een ondernemer als een filosofische instelling. Nee. Gaat gewoon op Los Fai. Ja, dat soort dingen, Dan vraag ik wel hulp. En dan krijg ik die inzichten ja, in dromen. Nou, dat, ga ik ook ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Maar wanneer vraag je dan om hulp? S'avonds, voordat je naar bed gaat. Ja? Dus mag ik een inzicht ontvangen in mijn droom? Want ik, ik loop hier tegenaan en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Maar dan ben je ook wel, denk ik, heel uh, Hoe noem dat? hoog. Nee, niet hoog. Nee, nee, nee dat is iedereen. Ja? ja? Ja. Oh, dat ga ik wel een keer doen. Oké, okay, als het we wel eens gelukt, dan ga ik tegen je vertellen. Ja, ja. ja je, 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 soms moet je ze een beetje ontcijferen. Soms zijn ze heel duidelijk. En daarom word ik er wakker van. Want soms uh, weet ik het niet precies wat, ze ermee hebben, wat die droom betekent. En dan ga ik dus wakker worden, omdat ik denk: hè huh, oké, okay, hoe ging het? Hoe ging het? Ik, ik had ook op een gegeven moment een droom dat ik dus achter het stuur zat. En dat, dat is een hele bekende droom ook. Uh, niet per se met een inzicht, maar dat zijn ook wel dromen die wat zeggen. Maar toen zat ik achter het stuur, toen had ik dus geen controle meer over het stuur. Ja. En toen uh, reed ik zo het water in. En toen uh, onder water mijn auto, maar ik zag het vanaf hier. Dus, dus op de een of andere manier reed ik met ja. de stuur. Maar ik zag hier die auto en toen zag ik mezelf weer boven water komen. Nee! En toen dacht ik, oké, okay, ja, want ik ben best wel door een diep punt gegaan ja, ja. even. En, maar ik kom weer boven, snap je? Oh, dat is mooi! mooi. ja. ja. Dus dat maar gaf wat me betekent? wel... Aan de ene kant dacht ik... Oké, okay, toen dacht ik een paar dingen. Ik moet de controle terugpakken. Zelf weer in controle. Ja. En dat komt goed. Dus we gaan, ik ga even diep nu. Het is even pittig, maar het komt goed. En nu ik er weer uit begin te krabbelen... Denk ik, oké, okay, dit, is, dit is ook gewoon ondernemen. Snap je? Ja, dat is niet is alleen gewoon, maar... Dit is gewoon ondernemen. Ondernemen gaat gewoon uh, zo. En het wordt steeds groter, mijn bedrijf. Dat zullen jullie ook zien. Dus ja. er zit steeds meer risico aan. Ja. Ja, en niet alles kan altijd alleen maar goed gaan. Zo is het nee. ook. Nee. Nee. Zeg jij altijd, voor een achtbaan zonder dalen staat niemand in de rij. Ja, nee, het moet het, soms even... Maar, uh, dat is goed. Nee, ja, dat nee een, een achtbaan zonder ja, dalen. Nou ja. Die ja, alleen maar dat omhoog gaat. Nu niet... voel ik ook, nu ja. dat het weer... dat Ik denk, oh, ik heb de juiste beslissingen gemaakt. Ja. Ik heb gewoon echt de juiste beslissingen gemaakt. Want het was gewoon een 1 tweetje toen ik de beslissing maakte. Met iedereen om de tafel ben je gegaan. Het heb, niks hebben opgelost. Het stroomt mijn bedrijf weer. Echt waar? Ja. ja, maar ik ben ook de hele zaak gaan roken. Ik ben alle energie gaan weghalen. Ook mijn huis, uh, mijn, uh, gebeden. Gewoon weer positieve ja, ja, positief inzien. En overal. ik geloof niet in God, hè. of tenminste God, ik wil niet zo zwart-wit zeggen. Ik geloof niet in een persoon die daar met zijn doofstaf zegt. "Ja, weer het geven. universum. Ja. Dus als ik bid, dan vraag ik gewoon aan mijn gidsen of aan mijn beschermengelen: van oké, okay, wijs me de weg. Ja. Of iets, de energie. Maar niet uh, dat ik denk, er zit daar een man en ik, ik moet straks aan de hel omdat ik nee. de speklap heb gegeten of zo. Dat geloof ik niet. <laughs> nee, dat is geloof. Maar wat ja. zijn jouw dromen nu nog? Ja. Nou, ik ben super gelukkig dus, ja. en in balans. En ik heb mijn trauma's geheeld en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb een super leuke vriend. En het is ook heel interessant, en dat heb ik ook in de podcast meegenomen, om daarachter te komen zeg maar, wat je patronen waren met je vorige relatie ten opzichte van nu dat je met elkaar kan praten. Dus ik heb echt een hele fijne relatie waarin we alles kunnen bespreken. Dus daar ben ik ook helemaal blij mee. Uh, wij gaan samen een huis bouwen, als het nou, goed is. Nou, We gaan leuk. zaterdag kijken naar een stuk grond. Ik ga mijn huis verkopen, dus dat willen we nog op privégebied heel graag. Uh, en uiteindelijk wel in het buitenland wonen over vier, vijf jaar. Want ja? ik, vind het, ik vind toch nu dat de zonnetje weer hier begint te schijnen. Het is gewoon veel leuker. Ja, want waar zou je dan willen wonen? Of in Spanje of in Portugal. Ja, ja. leuk. Ja. En dan wil ik het Killerbody bedrijf, dus dat is natuurlijk uit het boeken voortgekomen daar hebben we de supplementen, de repen, de maaltijdshakes... al dat soort dingen. Nou, die liggen in de supermarkt nu in Nederland. Ja, die repen die moet je echt halen, want die zijn echt ja. super. <laughs> en, lekker, en die sportkleding ook. Wij eten ze echt heel vaak <laughs> ja. hier op kantoor. Ja. Ja. En ja. ja, 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 dan zeggen we: zullen we ieder de helft doen? Ja. En dan, dan is die op. Zullen we, doen we, we nog doen? even? <laughs> Ja, er zit maar 1,4 gram suiker in. Dus ja, niet zo maar echt. al die meiden aan de andere kant eten ze ook allemaal. Ja. Dus dat is wel grappig. Oké, okay, nou ik stuur ja. een doosje over. Ja. Nu, allemaal. En uh, ja, dus dat is echt een bedrijf. Wat superleuk is om te doen. Om nu ook nog nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus er komt nu nog een maaltijdreep. Dit is een snackreep. Nou, we hebben natuurlijk de maaltijdchase die nu bij Albert Heijn liggen. Dus nog een paar producten erbij ontwikkelen. Uh, met proteïne. Dan Duitsland. En dan dat bedrijf verkopen. Omdat dat eigenlijk gewoon een, 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 een groothandel voor de supermarkt is. En ja. dat is niet iets uh, wat. Ja, op een gegeven moment heb je je assortiment. Je doet nog wel een keer een smaakje erbij. Nog een smaakje, maar dat is het, zeg maar. Ja. En mijn passie zit er meer in mindset. En um, prestaties geven. Ik doe een opleiding vaardencoach. Dus daar ben ik ook nog drie jaar mee bezig. Komt dat toch weer terug, ja? hè? Ja. Komt het ergens ja. in je leven? Ja. ja. Dus ik heb ook twee paarden nu achter mijn huis staan. Twee, twee jaarlingen. En uh, daar wil ik dus gewoon coach mee worden. Dus paarden spiegelen, zeg maar, menselijk gedrag. En um, dus echt een lifestyle-platform... En daaraan hangen dan de catsuits en de bikinis. Ja. Dus daar, echt een catsuitmerk wil ik worden. Dus ik ga gewoon alle andere dingen laten varen. Dus wel de, de leggings en de tops en de catsuits. En de bikinis. Ja, ik heb dus een catsuit voor jou. En die staat er. Ik ben zwanger, maar daar vind ik het juist heel leuk bij staan. Ja, zie je je buikje dan? Ja, zie je een beetje. Alleen dan ben maar ik maar die... je hebt die op vierkante halslijn, Want die, ja. die drukt ook wel een beetje je buik Ja, nou, oké. Okay. Maar, maar je ziet het wel een beetje. En dan ben ik dan wel trots op. Ja. Maar ik denk wel dat het. Het is leuk voor als je het is voor alle figuren. Is ja het ja leuk. En, en deze Ik is ook had echt niet verwacht dat ik het nu leuk zou vinden. Nee, het is toch mooi zo je buik laten zien. Dat ja, moest ik heel erg aan wennen, maar ja. door die catsuit oh je het wel meer. Ja. Ja vind ik ook. Maar moest je er aan wennen ja? Ja heel erg. Ja. ja. Gewoon ik wil dat zo'n hele verandering. Had jij dat niet? Ja maar wel leuk toch. Je wilt ja, dat je heel buik positief. wel ook zien. Ja, ja. Wel heel positief. Maar nu zit ik nog in zo'n beetje tussenfase. Dus hoeveel de... maanden ben je nu? Bijna twintig. Twee weken. Oh, ja. weken, ja. Ja, ja. En, je, en je voelt je helemaal lekker. Ja. In het begin niet, zeker. Ja, maar ik heb dus helemaal zin om die catsuits helemaal te gaan ownen. <laughs> ja, ik denk dat het helemaal ook oh, leuk is voor oh, nou. Oké, okay, ik ga die andere ja. ook even naar je op ik, ik vind die lekker iets langer mee. Zo'n ketshoot, ja. met zo'n kobertje erover Ja, vind ik ook ja. wel leuk. En allemaal, ja, ja, en ik heb nu allemaal vanochtend met mijn designer gezeten. Allemaal leuke dingen op voor de kerst. En met de flarepijp en lange mouw, korte mouw en ook een latex. Ik ga gewoon helemaal daar. Nee, dat nee, vind ik nee. ook helemaal leuk. Dus ook een keer misschien uh, voor een apart feestje, weet je wel. Dat als je een ketsuit nodig hebt, Super. dat je bij mij hoort. Oh, gewoon ja. het hele jaar door. Maar ik vind het eigenlijk ook dat je dan veel meer opvalt... Gewoon ja, dan ook, dat je een standaard je wel... jurkje aan hebt. Ja. ja. En je hebt ook meer een niche van je merk, ja, weet je weet niche wel. Dus dat, dat Ja, niche Want, weet, want kleding identiteit. is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Want ja. iedereen doet het en ja. er is al alles. En er zal ook een ander merk zijn die al een keer ketsuit doet... maar je hebt ja. nog niet een merk. Ja. Ja. Maar kan iedereen een ketsuit hebben? Ja. Ja? Oh ja? Own it. Ook als je, als je bijvoorbeeld niet zo heel uh, lekker slank voelt of zo, kan je het dan ook hebben. Ja, maar dan heb je ook wat werk te doen om jezelf te accepteren zoals je bent, toch? Ja, en ik vind wel die stof, die van jou, die is dus wel echt. Zo... Je ziet geen cellulite. Nee, nee, nee dat is goed. <laughs> wat, dat is goed. Want Anne zei tegen mij, nee, dit moet je niet aandoen. Want dan zie je je navel doorheen en weet ik veel. Ja, die al dat plaatje liet zien. Ja, maar je ik heb niet... een foto gemaakt van die ketselt voor jou in ja? de spiegel. Nee, dus daar zie plaatsen. je niks doorheen. Maar ik heb ook een wat dunnere stof voor de zomer. Daar zie je, zal je wel wat meer uh, doorheen yeah. zien. Dus je hebt dikkere stoffen, dunnere stoffen natuurlijk. Oh, ik ben heel benieuwd. En, uh, ja, Maar ik denk ook, lak. ik dacht, oh ja, als je dan die hele Wasteland publiek uh, pakt. Yeah. En dan allemaal, weet ik veel, aparte dingetjes, doet ze ook weer leuk. Heel maar leuk. draag je het zelf veel? Ja, ik draag het heel veel. Alleen ja? met plas vind ik het irritant. En dan moet ik nogal vaak. Oh ja. Als ja. Oh, ja. je zwanger bent, helemaal. Dan... Ja, het is... dan zit je zo naakt op de Ja gewoon niks drinken, denk ik ja. nog. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je er was. Ja, ik vond het echt een superleuk gesprek. Ja, echt heel leuk. Ja, en je gaat bedankt. sowieso alles wat je wil, ga je sowieso bereiken. Ja, ja jullie je toch goed manifesteren. Maar wat is jullie einddoel? Uh, nou, ik moet wel zeggen dat we... We, we waren echt al sky is the limit, ja. uh, world domination. En dat is nog steeds wel zo. Maar ik ben ook wel de laatste tijd dat ik denk van... Ik moet ook tevreden zijn met wat ik heb. En ik moet dus daar iets meer van gaan genieten. Dus we zitten nu een beetje iets meer dat we meer uh, genieten van wat we hebben. Ja, maar, ja, maar wel mooi. dat we alle ideeën die we hebben... zoals uh, nieuwe productlijn, maar ook nieuwe bedrijven waar we mee bezig zijn... dat ik dat weer heel leuk vind om op te gaan starten, zeg maar. Dat ik daar weer hele nieuwe visie en zo op heb. Ja. Dus we zijn wel weer bezig met heel veel nieuwe dingen, gewoon ook buiten verder en verder. En dat maar is ook wat, wel heel leuk. Waar, Waarom hebben jullie dat beseft, dat je nu... Uh... Meer wil genieten? Uh, omdat ik wel dacht van. als je altijd maar alleen maar meer, meer, meer wil. dan heb je dus nooit dat, je, dat het een keer goed is. En ik denk dat dat ook een heel proces is dus met je lichaam. Met, op alle met alles, vlakken in op het, het alle leven. Wel, ja. Dat het misschien ook wel goed is om. Nou ja, we hadden best wel afgelopen zomer. hadden we hele goeie, mooie businesskansen aangereikt gekregen. En toen dachten we. het kan heel goed gaan. Maar we hebben het nu zo goed. Ja, precies. Dus misschien is het wel heel fijn om gewoon daarvan te genieten. Ja, en dat we ook en meer leren vertrouwen op ons gevoel. Ja. Of we dingen moeten doen of niet. Dat is ja. echt een hele belangrijke. Ja. Want als je ook teruggaat even naar wat je in het verleden hebt gedaan... zijn ja. al die dingen waarvan je in het begin dacht... waarschijnlijk moet ik niet doen, ja. die waren niet goed. Precies, Je ja. intuïtie. Ja, zegt alles. Dus uh, nou, we zijn nu gewoon heel gelukkig. Mooi. Ja. Ja. Mooie ja. afsluiting. Ja. ja. Nou, dank je wel voor je komst. Nou, eigenlijk wist ik helemaal niet dat Faya zo van het manifesteren en zo. Echt, dat zo, zo was opgevoed. Nee, dat wist ik ook niet. Maar wel echt grappig dat je het dan zo van vroeger meekrijgt. Omdat je dat dat nog steeds zo'n rode draad in je hele leven is. Ja. En weet je wat ik ook wel grappig vond? Dat ze dus over dat verhaal van de paarden had. En dat ze later ook nog zei, tussen, echt tussen neus en lippen door. Ja, ik heb nu dan een achtertuin met twee paarden. Toen dacht ja. ik, ja, dat is eigenlijk ook weer wat ja. je vroeger al had bedacht. Ja, en uh, zij is heel open over de dingen die mislukt zijn. Ja. En heel weinig mensen zijn open over, de, zijn alleen maar open over successen. Ja. Maar niet over de dingen die niet goed zijn ja. gegaan. Maar ik denk wel, om succes te bereiken gaan ook gewoon heel veel dingen niet goed. Ja. Dus eigenlijk is het zo stom dat niemand daar ooit over praat. Terwijl het gewoon bij, het is een gedeelte van je succes ja. eigenlijk. Ja. Dus ik dacht wel, ik vind dat wel heel leuk. En ook wel een goede dat eigenlijk meerdere mensen, waaronder wij, dat moeten doen. Waarvan jij sowieso zo een vriendin van mij kunnen zijn? Ik ook. Van wij ook, ja. Ik vond het echt heel leuk. Wanneer vragen we er weer? Ja, <laughs> Volgende week. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik denk dat het wel uh, een hele leuke uitzondering ja. aflevering was. En wij gaan weer aan de slag voor nieuwe gasten. Ja. En natuurlijk ook weer leuke gespreksonderwerpen met ons tweeën. Zeker. Dus mocht je nog ideeën hebben voor leuke gasten voor in, on, in onze podcast, stuur ons dan vooral een berichtje. Ja, of laat het weten uh, onder uh, in de comments. Ja. Nou, bedankt voor het uh, luisteren en kijken weer voor deze week. En tot volgende week.